Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Battlefield 1. Ik heb de commander inmiddels gevonden, die zit daar door het ruitje in te kijken. En zo net reden nog een fucking auto voorbij, dat kreng. Dat was niet echt fijn, dat was een beetje een eng momentje om eerlijk te zijn. En die kwamen vanuit mijn rug. En daar was ik natuurlijk niet echt op aan het letten. Maar zo moet het goed komen. Zo kunnen we ze in ieder geval in de gaten houden. Dus dat is positief nieuws. En nu moeten we alleen daar nog bij kunnen komen. Dus nu is het moment. Want hij let niet op. Die duurt zit niet bij die ruit te kijken. Dus moeten we naar binnen kunnen om de commando te killen. En eventueel deze dude. Fuck. Waar is hij helemaal langs? Oké. Hop, naar binnen. Oké, perfect. We zijn binnen. Niemand heeft het gezien. Phew. Dit is best spannend, joh. Dit is echt best spannend. Hoe gaat het hier met jou? Oké, hier zit een muur voor. En dan de... Hier is verder niemand. Oké. Dan wachten we even tot hij naar die andere ruit gaat. En dan steek ik hem dan in zijn rug. En dan moeten we nog naar die duiventil weer toe. Oké. Dus dat is goed. Sneaky, sneaky. Staff, bitch. Zo, niemand die het merkt. Waar is zijn satchel? Daar, die zweeft in de lucht. Waarom niet? Oké, capsule binnen. Nu moeten we nog de oversteek maken door het hele fucking kamp. Geweldig. Doe dit even open. Dan gaan we even staan. Even kijken of er überhaupt nog mensen hier zijn. Of dat het redelijk rustig is. Naar boven loopt nog een dude. Daar. Maar anders dan dat... Volgens mij niet echt. Dus op zich is dat goed. Kijken of ik hier nog iemand zie. Nee, die doet daar. Alright. We gaan naar beneden. En ik denk dat het slim is om via die kant te gaan. Omdat we dan iets meer beschutting hebben. Van gebouwen en tenten en weet ik wat allemaal. Want als we daar langs gaan, dan lopen we gewoon in een open gebied. En vooral met die duur daar, komt dat denk ik niet goed. En dan hebben we nog een tweede probleem, soort van, dat is die fucking auto. Die kan ook nog terugkomen. Dat is ook te dol. Please, laat er niemand zijn die ik per ongeluk heb gemist met het spotten. Please. En ik wil die dude eigenlijk heel graag door zijn pakjes heen schieten. Daarom. Precies om die reden. Oké. We zitten hier goed. Zo lijkt het. Oké, hij heeft geen fucking armor aan. Dat is goed nieuws. Ik wil hem eigenlijk niet daar killen, maar... Het zal wel moeten, denk ik. Oké, dat ging prima. Dat ging prima, denk ik. Er was een spannend muziekje en vervolgens ging het spannende muziekje weg. Wat is dit? Oh, alarm. Ik wist niet eens dat we die konden disabelen. Die dude daar is aan het zoeken volgens mij. Maar ja, pech gehad. We gaan deze duif een briefje in zijn reet douwen. En dan zijn we klaar. Dan hebben we nog maar één duur te gaan. En hij komt serieus hier naartoe. Fucking great. A single order wouldn't be enough. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine. I know, we moeten er nog maar eentje. Zie je, de final Ottoman. Die dude komt serieus helemaal hier naartoe. Oh fuck, en er komt nog een dude. Waarom? Er is één gast. Op zich is het logisch, maar aan de andere kant is het fucking kut. Ik wil mijn paardje hebben. Mijn paardje staat tussen al die mensen. Hey, weet je wat, ik ga al deze lui nog even killen en dan even het kamp doorzoeken voor nog een fatsoenlijk wapen. En dan zie ik jullie weer bij de stad. Hey, dan zijn we nog bij de stad. Ik ga even van het paardje af, want die maakt gewoon aardig wat kabaal. En dus even rondkijken of we wat kunnen vinden. Wat is dat? Oh, field manual. Nice, nice. Oh, fuck, jongen. Ik heb wel echt het beste tot laatst bewaard, of niet dan? Je ziet gewoon helemaal fucking niemand. Echt helemaal niemand. Dan gaan we eens even naar die watertoren toe. Eerst hier even sneaken kijken. Je bent me nooit. Straks staat hier opeens een heel leger. Denk het niet. Nee. Daar ben duurt. Oh fuck, dat is een heavy flamethrower, bitch. Gezellig. Paardje, paardje. Nog een lookout point. Het ding is ook, ze kunnen dus in die huisjes zitten. Waarschijnlijk zitten ze ook in de huisjes. En dan kun je ze moeilijk spotten met de fucking binoculars. Dat werkt dan niet echt, zeg maar. Ik zal iets dichterbij komen. Misschien dat die watertoren er beter werkt. Dat ik vanaf daar meer kan spotten. Ik denk het eigenlijk niet om eerlijk te zijn, maar... We zullen zien. Misschien vanaf de basis van de watertoren kunnen we iets zien. Dus te hopen. We hebben ook nog maar 5 fucking kogels in onze pistool. En dat is in principe ons laatste redmiddel. En ik wou de silent sniper hebben om mensen alvast te kunnen killen op een afstand. Maar ja, als je geen mensen ziet, dan gaat het moeilijk. Sowieso dat er allemaal in die huisjes zitten. Dat kan haast niet anders. We hadden sowieso al mensen moeten zien, joh. We zien hier echt helemaal niemand. Dus dit is echt close quarter shit. We hebben geen silent shotgun. Oh, fuck. Alright. Nou, we gaan er maar gewoon voor. Genoeg gescout. Genoeg ons best gedaan om problemen te voorkomen. Nu moeten we ze maar razendsnel oplossen. En we hebben in ieder geval die flamethrower, beetje. Dat is één zorg minder. Dat we weten waar hij is. Maar nu alleen die commander bitch nog vinden. Het is wel echt dat een hele coole missie. Dat zeker. Als ik hier het dak op ga, zou ik dan een beter overzicht hebben. Ik heb geen idee, maar ik flikker er gelijk van de ladder af. Zachtjes. Oké, dus niet instant de sniper die mij ziet of zo, dus dat is goed nieuws. Is dat een speaker ding? Nee. Wat is daar allemaal? Dat is... Paardje. Dat zijn de oude dingen die ik al getagd had. Het vorige gebied. Daar heb ik niks aan. Damn jongen, dit is echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Commander in een dorpje. Dit is echt een ramp. Dit is fucking kut. Als je dan nog een beetje een guide hebt van... Hij kan daar zitten of wat dan ook. Nope, het is alleen puur in dit rondje. Zoek het uit. Maar daar zijn meerdere enemies. Laten we het zo zeggen. We hebben die flamethrower bitch en die deur. Die komen allebei daar weg. Dus waarschijnlijk is het die kant op. Misschien zelfs al in dit gebouw. Want... Kijk, daar hebben we nog een gast. Het zou niet logisch zijn. Want hier is het fucking rustig. Hier hebben we niemand gezien. Alleen die auto rijdt er rond. Maar het zou onlogisch zijn dat die commander daar zit en niet beschermd is. Dus we gaan ervan uit dat we die kant op moeten. Voor de rest, ik wil wel iets verder kijken natuurlijk. Maar ik ben bang dat we dan de lul zijn. Dus we gaan weer de ladder af. Wat echt mijn favoriete ding is. Want ik ken ladders in deze game zijn de grootste vrienden. Ik kon wel naar voren lopen, maar dat deed niet wat. Dus dan moet je maar springen en dan flik je op je bakjes. Hij staat daar mooi. Ja, wil ik sowieso wel killen, maar... Dat gaat helaas niet zo makkelijk. Oh. Oh, fuck. Nog een flamethrower? Dude, you gotta be kidding me. Zouden we wel van vlammenwerpen, man. Daar hebben we de duiventil, volgens mij. Ja, oké. Dus dat hebben we al. Dat hebben we gevonden. Dat is dan wel weer iets fijns. Oké, die fucking auto is daar. Daar moeten we ook nog rekening mee houden. Oh. Ik hoop echt dat jullie dit een beetje spannend vinden om naar te kijken. En niet super saai. Ik doe mijn best natuurlijk. Maar ik snap wel dat dit super saai opgevat kan worden. Ik heb de neiging. Maar ik weet zeker dat mensen het gaan horen. En dat ze... Oh fuck jongen. Ik schrok me de pleurs. Dat geluid was hard. Tenminste, redelijk had voor waar het reed. Oké, kunnen we dit luikje open doen vanaf buiten? Yeah. We're in. Oké. Ik weet niet of dit echt iets opschiet, maar we gaan naar boven toe. Oh, fuck. Is dat een commander? Ik heb gewoon die bitch gevonden. Ik heb gewoon een fucking commander gevonden. Ik ga een random huisje binnen en ik vind hem. Awesome. Nou ja, het is wel aan de ene kant logisch, omdat dit natuurlijk een beschermd gebouwtje is. Er lopen allemaal lui omheen, continu. Dus ik vind dat nog wel logisch, maar... Staf. Oh, fuck. Die ene dude heeft er gehoord. Wat? Triple Bolakbashi. Oké. Okay. Satchel. Pak die satchel. Weg, 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 weg. Kut. Open die deur, open die deur. Oh, fuck. Open niet die deur. Die dude gaat het dak op. Ik weet niet wat die andere dude daar doet. Oké, het zijn twee mensen. Hij klimt weer naar beneden. Wij gaan ook naar beneden. We gaan naar beneden, naar beneden, naar beneden. Oh, fuck. Hij gaat dat lichaam vinden en dan gaat iedereen naar ons toe komen. Ben ik bang. Ja, hij schreeuwt nu al. Oké, waar moeten we weg hier? We gaan hier doorheen. Hetzelfde ruitje. Oké, die vlammenwapen duurt, heeft niks gezien. Zo het schijnt. Nice, we did it. Oké, ze hebben dus wel de commander gevonden. Ze zijn al in paniek, maar wij kunnen nu als het goed is rustig naar die duiventil toe lopen. Ook al denk ik dat er wel een enemy is, want de vorige keer was er altijd wel een enemy in de buurt van die duiventil. Ah, maar dat hebben we het gewoon gedaan. Ik ben trots op mezelf. We hebben ze ook gewoon alle drie met een melee kill gekild, zeg maar. Dus we hebben het volledig stealth gedaan. Daar ben ik heel blij mee. En dat was super random dat ik een huisje binnen ga en dat die bitch er is. Ik zag zo'n zwarte pakje en dacht gelijk van, yay, we got him. Oké. Dus hij staat daar, achter die rotsen. Dan is het nu moment om te doen, ik kan die ons niet zien. Oké, interact. Release the pigeon. Uh-oh. You see, the message had already been sent, my dear. Not the message you would have wanted. Lawrence was such a good host. It almost seemed rude to escape. I made sure to note the location of Lawrence's camp, of course. Which means... the train knows too. Twice. You told that train everything was clear. But... I told it exactly where to attack. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors. Legend of Lawrence of Arabia dies tonight. Slipped away just in time. Tilkichi was a fool to think we'd ever stay after he escaped. The Kanavat won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. The train's coming a long way. So it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries then. Rig explosives on the track. Yes, and I'll rally our fighters. When I blow the lines, the train will be trapped. So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I I guess I won't know either way until I set it off. Yes, no. Man makes plans and God laughs. As it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. Oh, fuck. Good side. Destroy all Ottoman vehicles. Oké. Okay. We hebben onze silenced pistol. Onze mooie sniper. We hebben een paadje. We need to explode. Destroy dynamite. Ja, ik heb dynamite, dus dat scheelt. Oh, fuck. Maar er staan allemaal mensen bij. Maar het gaat voornamelijk om de vehicles. Dus ik het voor elkaar... Oh, god. Heavy armor, bitch. Als ik het voor elkaar kan krijgen om nu dynamite op het voertuig te gooien, dan zijn we ook goed. Wacht, ik ga proberen om dichterbij te komen. Oh fuck. Gaan ze kijken naar dynamite of wat gaan ze doen? Als ik ze nou afleid daar met het dynamiet. En ondertussen... Kijk, hij is afgeleid. Huh? Wat? Wat was dat? Ik heb geen idee. Hebben jullie een idee? Gaan zij nou ook kijken of niet? Nee, dat was in ieder geval één armored vehicle. Voor de rest heeft nog... Oh, kut. Ze hebben maar instant gezien ook. Fuck. Ik denk dat kan wel, dan rennen we weg. Maar nope. Geen goed plan. Rennen, 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 paadje. Jij kunt me toch niet redden. Oh, fuck. Vangen. Dat was mis. Die was raak, als het goed is. Ja, die is raak. Oké, fuck. Ik heb niet de wapens om hun echt aan te vallen. Dat is kut. We moeten nog één voertuig. Maar ik heb alleen een fucking sniper en een pistool. Daarmee redden we het niet. Dat is long range. En nou ja, pistool is close range, maar dat is silenced. Om een reden. We moeten even iets vinden om wapens te restocken. Ondertussen ren ik overal wel even langs. Spring, klim, klim. Met een anti-tank grenade. Oh, hier hebben we trouwens wapencache. Geef mij iets anders dan die sniper. Ik was zo blij met die silenced sniper, ik heb hem helemaal niet gebruikt. Wat is dit? Gewoon een rifle? Oh fuck, dat is een tank. Anti-tank gun. Kutzooi. Nou, ik kan wel die auto mee killen trouwens. Dat is iets. Kijk, daar kunnen we dit mee doen. Dat ding is OP. Maar nou moeten we nog een ander wapen hebben. Als dit, sticker nee. Wat nu? Clear the village of enemies. Oh, fuck. Oké. Okay. Als ik maar een fatsoenlijk wapen heb, dan kan ik dat doen. Wat is dit? Rocket gun. Nee, ook niet. Daar heb ik niks aan. Alright, we zien in ieder geval alle enemies ook op de map. Dat is wel super chill, in de map. Oh, wow, wow. Wat gebeurt er allemaal? Waarom is het zo laggy? Het is fucking 3 FPS modus. Wat gebeurt er allemaal? Game. The fuck? Uit het niets. We lopen gewoon... Opeens is het fucking laggy. En nu is het weer normaal. Huh? Dat is wel heel erg raar. En het kut is dus... Ik heb wel granaten trouwens. Ja, die pistool. Oké, ik heb geen ammo meer en ik heb hier wel kogels in, maar daar redden we niet mee. Wat zit hierin? Limpet charge. Leuk speelgoed. Dat is met timer. Geen idee waar die dingen afgaan. Ik heb geen idee. Oh, nu dus, blijkbaar. Heb ik een ammo opgepakt? Oh, ik heb geen idee wat ik heb opgepakt. Ah, for fuck's sake. Dikke chaos. En het is kut dat het zo laggy was. Want aan de ene kant vertrouw ik die shit nu niet. Dat is een beetje het probleem. Fuck jou, bitch. Oké, die deur daar nog. Dat is een heavy dude. Dat dacht ik al. Come on. Sneller. Dank u. Heavy dude down. Oh, kijk uit. Fucking mortars en andere troep. Ah. Ik moet een beter wapen vinden nog steeds, want ik heb nog niet echt wat. Ik heb alleen deze pistool, maar die zouden bij me. Wat zit hierin? Dynamite? Ja, dat is dynamite volgens mij. Dat heb ik nog. Wat kunnen we nog wel gebruiken? Oké, ze komen er al aan. Oh, fuck. Wat zijn we dichterbij dan ik had verwacht. Ah. Kan ik ze niet naar me toe lokken eigenlijk in een gebouw en dan het hele gebouw laten ontploffen? Dat zou best cool zijn. Als dat werkt, dat zou best wel vet zijn. Wacht even. Is daar een charge op? Oh. Charge op de grond. Maar goed. Daar een charge. Daar een charge. Eventuele lui die heel kut zijn, kan ik nog gewoon killen. Natuurlijk. Of zijn ze me nu kwijt? Zijn ze me nu echt gewoon letterlijk kwijt? You fucking serious game. Waar is ze naartoe gegaan? Ze was net nog in een gebouw en nu opeens is ze weg. Oké. Dan pakken wij deze dude. Ik heb geen fucking ammo en ik heb een hele zware gun. Wanneer? Oh. Ah. Dat ging niet goed. Ik wil hem even killen. Hij heeft sowieso een beter wapen dan wat ik heb. Niet dat die trap opklimmen. Wow. Hij vloog mooi. Oké, we hebben een carbine. Dat is alles beter dan de rest. We doen boom. Daar ging het hele gebouw. Dat heeft vrijwel niemand gekild. Goed plan. Kut. Moet altijd reloaden. Zo fucked up. Dit is meer een ding voor die heavy bitch, maar zolang het werkt op dit volk is het natuurlijk goed. Au, gaat hoekje om. Come on. Even weer reloaden, even aan de kant. Nee, nog maar één dude. Doe ik gewoon met de tankgun, waarom niet? Done. Haha, dat wordt tijd. Fuck yeah. Dat was een chaos. Ah ja, mooi. Alright, de mannen komen ons in ieder geval helpen, dus dat is fijn. We moeten de trein destroyen. Hoe gaan we dat doen? Dat is een goede vraag. Er zijn meerdere kanonnen hier. Hoe komen we beneden? Oh, fucking ladder, jongen. Ik haat jou. Ik haat fucking ladders in deze game. Oké, we kunnen springen van de dak af. Nog beter. Hoppakee, lekker enthousiast. Heb ik die anti-tank gun nog? Ja, die heb ik. Wow, dat ding is OP. Fuck jou met je koep. Oh god. Rockets. Rockets. Ik zag die dingen aankomen. Dat ging gewoon niet goed. Die trein is echt ziek. Die trein is echt ziek. Oké, draai. Dit duurt zo fucking lang. Zo fucking lang. En het hele ding wordt aan god geschoten. Oké, dat was de achterkant van de trein. We moeten echt die fucking rocket shit uitschakelen. Die rocket shit kan me echt nakken. Dat kutkring. Nope, de andere kutkring. Oh, ik ben denk ik de lul. Ja, daar was ik al bang voor. Oké, poging nummer 2 dan. Het blijft er vet uitzien. Even de... Oh my god, you got to be kidding me. Zit ik nou in een deathloop? Oh nee, alsjeblieft. Oh, for fuck's sake. Game, naar voren lopen, alsjeblieft. Alsjeblieft. Yes, ik heb het overleefd. Oké, dat is goed nieuws. We hebben nog 3 kogels in ons anti-tank gun ding. Ik probeerde een vliegtuig neer te schieten, maar dat ging een beetje mis. Waar is die turret die we net hadden? Het waren niet dingen. Die dingen voorop zijn echt OP as fuck. Dat is echt belachelijk. Waar is de turret? Dat was de turret. Dat ding. Oké, die turret is neer. Nu die andere dingen nog. Die turret. Oh, rennen. Oké, onze ammo is op. Fuck, hoe gaan we dit doen? Goeie vraag. Geen idee, wat zit hierin? Open dat ding. Oké, laat maar. Holy fuck, jongen, die trein is agressief. Jezus Christus, je kunt krabben en iets doen of je bent bijna dood door dat ding. Oké, kanon. Dat is sowieso op mijn plek. Ik vertrouw het gewoon niet. Ik vertrouw niks hierbij. Vrijwel alles is gelijk gericht volgens mij op waar ik sta. Oké, hij rijdt nu. Dus ik weet niet of hij dan ook kan schieten. Al rijdend. Dat is helemaal van niet aan. Weg daar, weg daar. Weg. Ja, zie. Dat dacht ik al wel. Ik heb gelijk op ons geschoten. Jezus Christus. Die trein is echt belachelijk agressief. Fucking hell. Dit kanon is kapot zeker, ja. Ik denk dat we dichterbij moeten komen. Misschien een paadje of zo. Dat we granaten kunnen gooien. Dat is misschien goed. Want je hebt anti-tank grenades. Zie? L1, anti-tank grenade. Dus als ik nou naast dit ding ga rijden. Zorg dat die turrets kapot gaan. Dan... Oh god. We hebben heel veel enemies hier. Aangenaam. Even langs de trein. Goeiedag. Hoeveel anti-tank grenades heb ik? 0. Fucking 0. Oké, weg hier. Paardje. Gas. Oh. Au. Paardje aan de kant. Gewoon al... Uh-oh. Dat is op mijn gericht. Gewoon al het geluid wat die trein maakt. Dat is echt ziek. Wat zit hierin? Please rocket gun of anti-tank gun. Tanken we. Dank u. Rennen. Gewoon dat, dat geluid alleen al. Dat is zo fucking eng. Je weet gewoon dat het geluid van de hel is. Zieke trein, dat wel, man. Oké, we gaan hier mooi liggen. Kunnen we de trein vanaf hier ook beschieten met onze mooie tankenweer. Hij is bijna op de helft, dat is goed. Hij gaat weer verder rijden, volgens mij. Oké, die turret is er nog niet af. En ik moet weg zijn, Ah. Wat zit hier in? Dynamite. Oh god. Oké. Fucking hell. Oh kut, er komen meer rockets aan. Het is wel echt typisch dat ze puur mij targeten trouwens. Dat is zo vaak in games. Dat puur als player word je genaaid, zeg maar. In race games ben je al alleen als, zeg maar, door de politie. Ja, als enige, niet andere races en weet ik wat. En in games meestal altijd gewoon beschoten. Dat is een van de weinigen. Kut. Alright, die turret is er ook aan. Ah, dat geluid. Fucking hell, jongen. Dit is wel een hele coole missie. Dat sowieso. Ik wil echt die fucking rocket dingen kapot hebben. Ren! Hij is wel bijna kapot trouwens, nog maar een kwad. Gaat hij nog rijden of hij ligt echt stil volgens mij? Dat is goed nieuws, je moet alleen even een plekje vinden om te gaan liggen. Om op hem te schieten. Oké, hij gaat weer rijden, dus dat is goed nieuws. Dan schieten ze niet. Hij is weinig kapot, come on. Nog maar één schot. Snel. Weg. Ren. Oké. Nice. Fuck jou, trein. Fuck jou. Vengeance can be a sweet or bitter brew. How did you find it, Zara? And you're right, we do need to think bigger, act bigger. Maybe even the Suez Canal. Tell me, what do you know about battleships? Dat was echt een fucking awesome war story. Maar helaas betekent dat ook het einde van deze Let's Play serie. Wat korter dan ik had verwacht. Het is nog een paar dagen wachten op Titanfall. Dus ik weet nog niet op dit moment van opnemen natuurlijk wat ik ga doen in de tussentijd. Maar ik vind vast nog wel een leuke en passende opvulling. En toen was er nog een soort after credits. Er waren geen credits en ik had de part eigenlijk al afgesloten. En toen ging ik weer terug naar het War Stories menu. En toen zag ik dat er nog een extra missie bij was gekomen. Genaamd Remember Us. And there's a closing message from the Battlefield 1 team, dedicated to those who served. One day, all this will be over. The war to end all wars will be won by one side or the other. The guns will rust, grass will grow, and there'll be nothing left of any of this. The land will heal itself, as everything does in the end. We'll be long gone by then, but maybe not forgotten. History only remembers 1 in 1,000 of us. Then the future will be filled with stories of who we were and what we did, how we lived, how we fought, and how we died. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye. And we will fight. Alright, dat was een epische afsluiter van een epische game. De singleplayer was heel leuk om door te spelen. Persoonlijk heb ik wel liever een singleplayer waar je gewoon één heel verhaal hebt, in plaats van alle losse verhalen die we nu hebben gehad. Maar het werkte zeker wel heel erg goed bij deze game en ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. Vond je het een leuke serie? Vergeet niet even te liken. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende video en de volgende serie. Laters!